van Singel, zaterdag komt Serijn op bezoek. Een ploeg met ambitie die toch min of meer zijn start gemist heeft. Hoe moeten we die ploeg nu inschatten? Nou, ik denk wel dat dat zeker een degelijke ploeg is. Een ploeg die professioneel begeleid wordt. Een man die 1 à 2 keer per dag traint. Dus dat zal zeker een te duchtend tegenstrever zijn. Maar we moeten ook bij zijn op eigen terrein. Mogen we ook zeker geen schrik van hebben. KSVO staat nu een puntje boven de gevarenzone. Die eerste thuiszegen die moet misschien nu maar eens gaan komen. Hopelijk zal die er een keer komen. Hè. En die zal er zeker wel een keer komen. Maar natuurlijk, hoe rapper, hoe liever. En het wordt tijd dat we de puntjes die we al verloren hebben, onverdiend verloren hebben, dat we die nu een keer terugpakken. En dat kan er gebeuren al tegen Serijn. Het spel van Oudenaarde is in feite niet echt zo slecht. Maar ja, het schoentje wringt vooraan eigenlijk precies, want het scoren blijft een beetje uit. Is er daar een verklaring voor? Ja, we krijgen de kansen. Inderdaad, dat balken gaat op het moment nog niet binnen. Maar misschien, we hebben dat in het verleden ook al gezien, een keer dat dat goed een keer lukt voor de spits, dat ik er kan scoren, kan hij vertrokken zijn ook. En ja, dat kan vlug keer naar mijn spits. Serijn trok overlaatst nog Zwerts aan. Zal hij spelen, volgens je? Ja, het schijnt dat hij speelgerechtigd is, maar hij heeft toch een aantal maanden niet gevoetbald. Dus misschien is het beter voor ons dat hij start.